begrijpt u waar dat lawaai vandaan kwam. Het werd veroorzaakt door 180 deelnemers aan de nationale tikwedstrijd die in Den Haag werd gehouden. Binnen 30 minuten moest men de jongste troonrede van Hare Majesteit de Koningin uittikken. En dat bleek lang geen gemakkelijke opgave. Maar de start was goed en met snelheden van ruim 400 aanslagen per minuut werd er ijverig getikt. Natuurlijk waren er ook die een tikje nerveus werden, doordat ze het hoge tempo niet bij konden houden. Vooral toen men er nog even een spurtje in zette. Men zag er het tienvingersysteem en het tweevingersysteem, dat voor elkaar echter in snelheid niet onderdeed. Vinnig werd er gestreden, waarbij de hindernissen vooral snel werden genomen. De jury had nog een week werk om al het tikwerk op zijn tikfouten te controleren, om er getikt van te worden.